Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben weer, Zelda Play 20. Leuk dat je op deze video hebt geklikt, want ik heb het een en ander weer te vertellen. Zoals ik al zei in de vorige aflevering, toen hebben wij een eerste Solar Eclipse gehad. En hebben we dus zeg maar twee broken herensorts gekregen, waardoor dat we de True Nights Edge konden maken en de True Excalibur. Ik heb ook in die video gezegd dat we tussen deze aflevering heel eventjes zouden gaan farmen voor Ur Glorified. Nou, dat heb ik ook gedaan. En zoals in deze scène kunnen we dus zeg maar zien dat we de Titan Glove hebben gekregen van een Mimic. Dus ja, daar kunnen we zeker heel veel mee. Want ja, we hebben geen frost damage meer, waar ik eigenlijk best wel een beetje van baal. Maar dat is dus één ding die we hebben. Ja, verder hebben we dus zeg maar ook de Arcane Lava Charm, die kun je gewoon vinden, zeg maar, dat zorgt voor immunity, moet ik zeggen, voor dus, voor lava voor 7 seconden, dus dat is zeker handig. Dan weet ik niet of ik die al eentje gevonden had. Nee, die heb ik niet eentje gevonden. Oké, nou, dat heb ik nog leuk. Maar nou dat we dus zeg maar de Titan Glove hebben gevonden van een Mimic, kan ik daar met dit ding, heb ik een Velasper Magma Stone, heb ik een Magma Stone? Ik heb geen Magma Stone. Ik heb geen Velasper Stone bedoel ik niet, ik moet de Magma Stone nog hebben. Ai. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, ik kan alvast iets upgraden. Want weten jullie nog dat we de Armored Avenger Emblem hebben? Dat dat zoveel moeite kost om die te maken. Nou, als ik deze, zeg maar, deze twee combineer met elkaar, dan krijgen we dus de Power Glove. It is so bad. Oh, kom op, die wisten we dat die zouden gaan komen. En als ik die dus combineer met deze, dan krijgen we dus de Mechanical Glove. Dat zorgt nog eens een keer tot het dus, zeg maar, melee... dit zorgt ervoor dat we dus, zeg maar, melee en knockback, 12 melee speed... En deze, als we die combineren, dan krijgen we dus zeg maar 12% increased damage en melee speed samen tegelijkertijd. Wat dus zeker heel erg handig is. Dus die wil ik zeker combineren. En als we dus een Firestone hadden gevonden... 4 defense wall! Oh, hij is warding. Oh, daar ben ik heel blij mee. Maar als we dus zeg maar een Firestone hadden, dan konden we hem nog een keer upgraden. En dan deed al onze schade, wat we deden tegen vijanden, automatisch vuur. Dus hopelijk komen we die nog eentje tegen. Goed. Verder hebben we dus zeg maar 298 Glorified met 3 Spelanka Potions. Dus ik ga heel even kijken hoeveel dat we daar kunnen maken. 49, nice, nice. En daarmee, omdat we dus zeg maar de Turtles zelfs bij ons hebben, kunnen wij de Turtles armor gaan maken. Yay! Nou, aangezien dat we dus nu op een punt zijn gekomen dat we dus, we zetten nu op een punt dat we dus zeg maar allemaal... Ultimate Armors gaan hebben. Dus wat ik hiermee van plan ben, is... wat ik eerst ga doen... is even kijken, want ik wil eerst even deze even kwijt. Zo, ruimt een beetje op. Wat ik wil doen, is... ik wil sowieso... we moeten nog meer Glorified hebben voor de Summoner Armor, maar dat komt later. Dus dat kan nou in de resources. Dat heeft nou geen nut, want... ja, we hebben nou al onze Turtle Armor, dus daar ben ik heel erg blij om. Dat maakt mij een heel blij konijntje. Het is ondertussen weer dag geworden, dat is mooi, maar ik wil dus van ons hout. Heb ik nog meer hout? Bouw. Nee, geef me even een seconde. Wat? Ik hak bomen om met een gitaar. Nou en. Bedankt voor die seconde. Wat ik dus heel erg belangrijk vond, is dat we dus zeg maar een paar mannequins zouden maken. Die maakten wij toch bij de... samen. Ja, hier maken we die. Dus even kijken. De mannequins. 1, 2, 3, 4. We hebben er 5 nodig. En waarom 5, zul je denken? Het probleem is zeg maar... de Ranger die heeft dus zeg maar... die heeft... 2 verschillende soorten zeg maar... die we dus zeg maar zouden kunnen gaan gebruiken. Dus aan deze kant zouden er dan... 3 komen te staan en aan deze kant zouden er dan 2 komen te staan, zodat we er eentje hebben voor de Summon, eentje voor de Ranger, omdat ja, Ranger, daar hebben we 2 helmen voor de, zowel voor de increased arrow damage en voor de increased bullet damage, dus vandaar. Nou, we hebben dit ondertussen nou wel een beetje gezien, maar ik wil hem nog heel eventjes laten equipen, dus de Turtle Shell. Het is het sterkste defense armor en het beste voor melee clash. Maar het is nog niet het ultimate armor, het sterkste armor. Het heeft nog een upgrade zelfs. Dus ik laat het nou nog heel eventjes voor nu hier heel eventjes staan. Hè, Zelda Play, waarom doe je dat nou? Omdat het heel erg belangrijk is. Ik denk dat we nou gaan beginnen met een bossfight. Dus ik zie jullie bij onze arena in de jungle. Oké, nou, we zijn eindelijk bij onze arena aangekomen. Het enige wat we nou dus moeten doen, is dus eventjes kijken waar ik ook alweer die andere Plantera bulb had gevonden. Die zit helemaal daar. Oh boy, dat is een behoorlijke lange walk. Maakt niet uit. Ik zie er hier ergens eentje tussen staan. Nee, oh, ik word ergens opgeraakt. Blijf daar. Oh, daaronder zit er een. Onder ons zit er een, jongens. Er zit er een onder ons. Oké, dat is alleen maar mooi. Wat ik dus zeker heel belangrijk vind om eventjes... Ik weet niet of ik het vaak genoeg heb verteld. Of dat ik het überhaupt wel heb verteld. Alles in de jungle. En dan bedoel ik ook echt alles. Zoals life crystals. Nou nee, ja, life crystals spannen volgens mij ook automatisch. Dat weet ik niet zeker. Life fruit, haha. Maar alles zeg maar in de dungeon. Of in de jungle. Groeit automatisch. Dus life fruits, plantera bulbs. Alles groeit automatisch. Dus op het moment dat je dus bezig bent met een... Je bent in de jungle geweest en je hebt iets bijvoorbeeld helemaal gekleerd. Kan daar in één keer een Plantera bulb bijvoorbeeld verschijnen. Plantera bulbs die zullen altijd blijven groeien. Waardoor dat je Plantera altijd op kan blijven roepen. Zeker handig om dat te weten. Dus even kijken. Ik heb nou de 64 defense. Haha. We hebben een Nintendo 64 defense. Weet ik veel. Oké, nou regeneration gaat heel erg hard. Ja, ik denk dat ik hem ga oproepen. Want dit wordt een Plantera fight met een... Rappig tintje of zo, weet ik veel. Met een party tintje. Oké, even om hier omhoog. Het is hier donker, ik zie niks. Oh, daar is hij hoor. Denk ik. Nee, deze is hij niet. Oh, ik zit hier vast. Oh boy, ik wil hier nou niet bepaald vastzitten. Hi. Plantera? Kom je er gaan? Kom je gezellig mee? Oh, daar hebben we al. Oké. Dan ga ik hier even staan. Wachten we eventjes rustig. En nou dat we dus zeg maar nog eventjes volledige... Oké. All the damage, all the confetti. Oh, Plantera gaat naar beneden met een hele grote feestbol, weet ik veel wat. We hebben een feestje te vieren. Ik bedoel... Terraria krijgt binnenkort weer zijn update. Dan gaan we naar versie 1.3. Dus we hebben een soort van feestje. Oh boy. Dus doe je gezellig mee met je feestje. Hartstikke gezellig. Zoals ik al zei, Plantera, die moeten we nog één keer verslaan. Dit is de laatste keer dat we Plantera verslaan, zeg maar, in normale snelheid. Daarna gaan we dus, zeg maar, over in fast forward. En, oh mijn god, ik moet echt beter leren mikken. Auw! Zo'n spijker doet best wel veel pijn. Ik bedoel, we hebben geen defense potion nodig, omdat we nou meer defense hebben als de frost armor die we eerder hadden. Maar dan is wel de bedoeling dat ik wel goed blijf ontwijken en niet te veel schade gaan nemen. Oké, ik kan wel health potions gebruiken, zoals nu bijvoorbeeld. Oh, tweede vorm. Oké, eventjes. Deze even herversen. Oh boy. Dit gaat niet goed. Waar is mijn... Daar is hij. Oké, party time. Armpjes moeten zo snel mogelijk uitgeschakeld worden. En oh, ik heb nog maar 200 health. Oh boy. Dit kan nog wel eens problematisch gaan worden. Ik moet nog steeds aan het schieten met confetti. Ja, auw. Oh, 17 seconden. Dit gaat fout! Nee! Nou, zo'n feestje was het dus niet. Oké, eventjes deze, eventjes. Oh boy. Oh, ondanks dat we dus zeg maar Plantera behoorlijk goed hebben aan kunnen vallen in het begin. Blijkbaar zijn... eerste lijst bullets toch nog een beetje sneller met schade per seconde die je hem kan geven. Dus ja, kijk wel uit, want hij kan nog steeds heel erg moeilijk zijn. Ook al heb je meer defense of wat dan ook. Een verkeerde hoek, een verkeerde moment dat je even schade hebt genomen. Een verkeerde potion gebruikt en je bent history. Dus kijk er vooruit. En dat is mij dus net ook overkomen weer. Maar dat maakt niet uit. Wij nemen gewoon wraak. Toch Vijver? Wij nemen gewoon wraak. Hij is bijna verslagen. We hebben nog 211. Oh boy. Niet te roekeloos gaan rondvliegen. Oh, 174. Ik kan een life potion gebruiken, maar ik niet. Nog niet. Aha! Skill met dodgen! Oh boy, 118. Aha! Ah, weer een trofee? Er zijn wel heel erg veel trofees die we krijgen. Hallo. Nou, we hebben hem in ieder geval weer verslagen. Dus dat is voor ons weer een mooie cue om weer weg te gaan. Eens kijken, we hebben deze keer gekregen. De Flower Pow. 58. Oh ja, dat is een swingball. Die ik nooit gebruik. Want ik heb een hekel aan swingballs. Ik weet niet waarom. Maar ik vind ze persoonlijk niet echt fijn. En we hebben ook de Mythical Pygmy step. Dit is een van de eerste summon items die we gevonden hebben. Geloof me, er zijn er veel meer, maar ik heb me niet echt gefocust op summon, omdat die zijn nogal heel moeilijk om te vinden. Maar we hebben dus een Pygmy step gevonden en die summont een kleine doodle. Die echt vecht voor ons. Dus nou ja, Vijver die vecht in spirit met ons en geeft ons natuurlijk altijd advies. Dat is natuurlijk heel erg aardig en hartstikke lief van Vijver. Vijver, we zullen jou nooit vervangen. Vijver, je bent echt te awesome om... Nee, daar gaan we gewoon niet aan beginnen. Maar wat we dus zeg maar nou hebben is... we hebben dus zeg maar nou onze... Verzinnen jullie eens een naam voor hem. Ik wil op zijn minst een leuke naam voor hem. Jullie mogen een naam voor hem verzinnen. Vijver? Nee, niet jij, de kijkers. De kijkers mogen er een naam voor verzinnen. Dus laten we het daar gewoon eventjes op houden. Maar de reden waarom dat ik dit gedaan heb is... Ik wou zo graag nog een extra Temple Key. Omdat nou hebben we dus zeg maar 3 Temple Keys. En weet je wat, ik doe eerst even mijn inventory even clearen. Ik ben zo terug. Oké, dat is al ietsje beter. Nee, maar de reden waarom dat ik dus zeg maar nog een Temple Key wou hebben... Is, ik doe deze trouwens nog heel even snel even in de Summon. Summon. Medical Pygmy step. Ja. Zoals je daar ziet, daar heb ik ook dus zeg maar de andere Summons in liggen nog. De reden waarom. Als ik dus zeg maar naar onze belangrijke zooi toe ga, dan hebben we dus zeg maar hier de key molds. En dan hebben we 3 temple keys. Nou, één van die temple keys hebben we sowieso nodig om de tempel te openen. Maar wij hebben key molds. Nogmaals, die zijn heel erg rare om te krijgen, dus die zijn best moeilijk. Dus even kijken. Ik doe heel eventjes snel een quick stack. Ik zie dat ik 2 platinum coins heb. Dat is zeker goed. Want dan kan ik ook nog iets anders laten zien eindelijk in deze video. En wat we dus nodig hebben is Souls of Sight van de Twins. Souls of Fright van Skeletron Prime. En Souls of Might natuurlijk van onze Destroyer. Als we die 3 bij elkaar hebben samen met een Temple Key. Plus nog eens een keer een Key Mold. Kunnen wij bij onze Mithril Anvil. Kunnen wij de Corruptie Key maken. En de Jungle Key. Deze keys zijn enorm belangrijk. Want weten jullie nog die kisten die we hadden gevonden in de dungeon voordat we hard mode ingingen? Die kisten die we niet open konden maken omdat daar een speciale sleutel voor nodig was? Wij hebben nu 2 van de 4 sleutels. Of eigenlijk 5. Er is er ook nog eentje in de Crimson die ik ook zeker zou laten zien. Maar deze sleutels wou ik zeker maken omdat dat dus zeker een van de belangrijkste items is zeg maar. Om dus zeg maar sterke wapens te gaan krijgen. Dus ik bewaar ze nog heel eventjes hier. Temple Key die neem ik heel even mee. En de reden waarom dat ik dus mijn Platinum Coin en mijn Golden Coin bij me heb genomen... is, ik wil jullie iets leuks laten zien. Ik bedoel, we hebben nou heel erg veel gefarmd. En weet ik het allemaal nog meer. We hebben best wel veel problemen gehad met het farmen van items en alles. En nou wil ik jullie iets laten zien. Het is het duurste item van het spel. 2 Platinum Coins. En het heet de Claminator. De Clan Terminator. Een schoonmaakbedrijf, weet ik veel. Als je die koopt, die wil je zeker kopen. Ondanks dat het dus zeg maar, 2 platen. Als je hem wel verkoopt, krijg je er maar 40. Echt, oplichterij is het gewoon. Maar wat we dus willen doen, een holy yellow gaat weg. Wat we dus willen doen, is we willen Green Solution een beetje kopen. Niet altijd... Oké, we hebben veel gekocht. Maakt niet uit. Geld genoeg gehad, dus maakt niet uit, maakt niet uit. Nou, maar wat we hier dus nou mee kunnen doen, en ik weet niet of ammo... of die ammo buff die we hierbij hebben, of dat ook werkt met de Claminator, de schoonmaakdinges. Wat het namelijk doet, is het haalt elke corruptie Hello Biome weg. Oh, dat was eigenlijk onze summon in actie, de Pygmy. Ik heb beloofd dat ik jullie een naam zou kiezen. Hier, kijk, let op, let op. Pygmy! Je hebt nog geen naam, maar hier. Hij doet gewoon schade voor ons. Dat is het voordeel van summon. Nou, je kunt bij default altijd 1 summon beestje bij je hebben. In dit geval dus zeg maar onze vriend daar. Dus, maar goed. We hebben hier dus zeg maar een corruptie bij hem. En ik werd al helemaal gek van deze corruptie bij hem. Let op wat er nu gaat gebeuren. Wij spuiten hier de corruptie helemaal weg. Hiermee haal je dus gelijk corruptie of wat dan ook voor... zelfs highload kun je er weer weghalen. Je spuit het gewoon schoon. Je spuit het gewoon schoon. En ik weet het, ondergronds gaat dus nog door. En ja, hello, dat mag voor mij nog wel eventjes blijven. Dat is nog een beetje zo. Maar ik wou dus echt van deze irritante, vervelende, stinkende... wou ik dus vanaf. Ik werd echt helemaal gek van deze corruptie biome. Dus daarom wil ik echt zo snel mogelijk hier van al deze corruptie af. Nou, daarvoor is dus de Claminator enorm handig. En daarmee kun je dus eigenlijk je wereld purifyen. Oftewel weer helder maken zoals dat het eigenlijk hoort te zijn. Mocht je nou dus zeg maar een beetje overlaten, dan kan het inderdaad wel weer spreaden. Maar ja, het is dus zeg maar heel makkelijk zo weg te halen. En daarvoor hoeven we ons dus eigenlijk bijna nergens geen zorgen over te maken. Ik maak hem even helemaal op. Ik heb nog 2, dus je kunt iets van een seconde geloof ik spuiten per solution dat je hebt. Nou, jullie zijn niet gespand, maar ja, helaas jongens. Jullie huis is nu van mij! Oké, nou, hebben we dat ook weer gedaan. Nou, wat ik ook nog heel eventjes wil doen in deze aflevering. Ik weet het, het zijn heel erg veel upgrades en alles. Maar ja, daar is deze aflevering eigenlijk voor bedoeld. Ik wil heel eventjes nog... Heb ik mijn... Nee, ik heb mijn dinges niet bij me. Even wachten. Materialen. Resources. Ik wil mijn Glorified even bij me hebben. Want ik wil eigenlijk dolgraag... mijn vleugels ook upgraden. Dat vind ik heel erg fijn om dat toch eventjes te kunnen doen. Dus wat ik ga doen, is ik ga eerst eventjes langs onze mushroom biome. Ik ga heel eventjes langs onze... Duurt even. Ik ga heel even langs... Ik zie jullie wel bij de mushroom biome. Oké, nou, dan zijn we hier eindelijk aangekomen bij onze mushroom biome. En ik heb geen automaat meer, hè, dus ik moet nou echt de hele tijd gaan klikken. Wat jammer nou. Hey Toad, hoe gaat het ermee? Oké, dus wat we hier dus nou nodig hebben is zeg maar, we hebben 18 Shroomite Bars nodig. En... Nou vraag ik mij af, hadden we trouwens... We hebben nog niet eens al gekeken waar dat de andere Skybases zitten. Dus lijkt me zeker leuk om heel eventjes ook te gaan kijken, want er was ook een request naar om te kijken. Want we hebben 1 Skybase gevonden inderdaad met een... We hebben kan ik dat zo ook maken? Ja, ik hoef er nog niet eens bij te staan. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Nee, 7. Oké. Ik wil niet te veel glorified. En jij hoort hier helemaal niet te spannen. Jij stoute stouterik. Oké, nee, maar we hebben dus zeg maar de eerste... in aflevering 4 of 5 geloof ik, hebben we dus zeg maar 2 meteoren gehad. En we hebben er eentje zeg maar gezien tot er eentje dus op een skybase was gevallen. Maar de tweede meteoor hebben we ook nooit gevonden. Dus ben ik zeker nieuwsgierig of we die gaan vinden in de skybase. Dus wat ik nou van plan ben is, ik ga jullie meenemen. We hebben daar dus zeg maar een skybase gevonden. Dus ik wil heel eventjes daar naartoe vliegen. En dan wil ik heel eventjes kijken. Nou ja, hierboven kan er ook eigenlijk nog eentje zitten. We zijn hier maar heel erg laag geweest, dus... ik denk dat ik even een Gravitation Potion bijpak, want zo hoog kunnen we helaas niet vliegen. Maar aangezien dat ik dat toch nou wil gaan doen, heb ik genoeg Gravitation Potions, dus dat gaan we zeker doen. Dus ik ga rondvliegeren en ik zie jullie bij een nieuwe Skybase. Oh, de Wyvern die wil een Sky Battle hebben. Oké. Waarom ook niet? Kom dan, Wyvertje. Kom dan, Wyvertje. Kom dan, Wyvertje. Nou, niet bang worden, hè. Oh, dit flipped my mind. Heel dood. Nou wel. Nou ja, het is dat we de Souls of Flight nodig hebben, dus... Oké dan, even terug naar de knip. Nog een Sky Battle met de Whipper! Zie je me? Waar is hij? Ben je? Is hij gedispand? Hij is gedispand, wat flame. Oh, daar is hij. Waar ben je dan? Kom dan. Wyver. En daar ben je. Hallo, Wyvertje. Hier, eet eventjes mijn kogeltjes. Ik wil even zachtjes glijden. Ik bedoel, het is alleen maar handig om zo eventjes de Souls of Flight ook nog eventjes te collecten. Ik bedoel, serieus, we hebben ze toch nodig. Oké, hoeveel hebben we er ondertussen eigenlijk weer? Want ik weet niet, we hadden er weer 20 nodig voor de nieuwe vleugels. Of ja, het zijn niet echt vleugels, maar dat zien jullie daar ook wel. Dus, ik weet niet... Ja, weet je, ik blijf ze wel gewoon killen op het moment dat ik ze tegenkom. Nou, daar hebben we onze mushroom skybase. Maar er zijn dus mogelijkheden tot het dus... Ik weet niet hoe dichtbij een extra mushroom ding zit. Of een skybase. Dus ik ben zeker nieuwsgierig. Oh, ik kan ook even mijn vlucht even dus herstellen. Mooi. We hebben er alweer 15 en... Dankjewel voor hem te beschermen, dude. Daar ben ik heel blij om. Oké, nou. Wij gaan weer even verder vliegen en ik zie jullie zometeen. Oké, jongens. Ik heb de 3 potions heb ik nu op dit moment gebruikt. En ik heb dus nog niks gevonden. Zoals je ziet, aan deze kant zit echt maar 1 eilandje. Dat eilandje wat we gevonden hebben. En ik heb net op het randje bij mijn laatste potion. Zoals je dus hier kunt zien ben ik hier gewoon naar beneden gesort. Maar heb ik er dus net eentje nog daar gevonden. Maar vergeet niet, dit is een large map. Daar horen 5 tot 6 skybases te... Ja, dat je die zou kunnen vinden. Dus dat wil zeggen dat er dus gewoon hier nog iets van 3 à 4 skybases zitten. Nou ja, we zullen het zien. Dus ik heb weer een Gravitation Potion gemaakt. Ik zie jullie in een seconde. Oké, hier hebben we dus 1 skybase. We gaan dadelijk wel kijken wat hier allemaal nog te vinden is. Maar ik wil eerst weten... Liggen hier meer skybases verborgen? Dat is de vraag. Er moeten er 6 à 5 zijn in een large... Ja hoor, hier hebben we de volgende. En kijk eens wat daar ligt. Kijk eens wat hier ligt. Daar is die stingmeteor op de tweede eiland. Oké, nou eens even kijken. Want we hebben er nou pas 2 gevonden, dus er moeten er nog meer zijn. Er moeten er nog meer zijn. We hebben nog 1 minuut. Oké, hieronder zit niks. Ah, ik had het moeten weten, hè. Natuurlijk ligt daar dan... Gewoon... Oké, zit hierboven. Deze zitten echt heel dicht op elkaar. Nou, het valt op zich wel mee. Er zit op zich wel ruimte tussen, dus... Nou ja, je zou wel van de ene naar de andere toe kunnen vliegen. Daar niet van, maar... Oké, nou, we hebben nog een minuut. Laten we de rest van de map ook nog heel even snel even exploren. Oké. Ik bedoel, we moeten toch nog 1 Whipper verslaan, dus... Ja hoor, hier hebben we er weer 1. Zo, wat zitten deze dicht op elkaar, man. Zo, hé. Even kijken, dat is 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dan zou er nog ergens eentje moeten kunnen zitten. Kunnen we die laatste nog vinden? Zover ik weet zijn er altijd 6 maps, of 6, ja, 5 tot 6 moet ik zeggen. Maar ik herinner me nog altijd dat het er 6 waren, dus... Ja, dit is de laatste jump die we kunnen maken, dus... Make it count. Gewoon zigzaggend. Hé, daar hebben we een Wyverndoodle. Hé, Wyverndoodle, kom eens eventjes. Ik heb jouw Souls of Flight nodig. Het grappige is, ze zullen ook niet disspannen, ook niet. Dus daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Hallo, sterf. Sterf, hoort zo. Nou, eerst mijn vraag. Kan ik die Souls of Flight wel daarboven te pakken krijgen? Ja, zonder probleem. Oké, dus we hebben die Skybase gevonden. Die Stink Skybase, die lag dus... Er lagen er gewoon 3 naast elkaar. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt dat ze zo dicht op elkaar liggen. Oh, mijn hemel. Oh, echt. Oké, nou. Dus, als ik dit eventjes zo bekijk. 1, 2, 3. Zoveel. Oh, dan zou er dan hier nog ergens eentje moeten. Weet je wel, ik ga kijken hoe ver dat ik... We hebben nog deze, dus waarom ook niet? Gaan we hier even kijken. Ze kunnen ook heel erg laag bij de grond zitten, dus... Ja... Wat zou ik ervan moeten zeggen? Nou, die explore ik nog wel aan een keer. Maar we hebben in ieder geval dus geconfirmed dat de tweede meteor... Dus echt hierboven... Dat is deze meteor. Tot die dus zeg maar... Was dat? Nee, dat is deze. Tot deze... Ik kreeg een bericht, sorry. Maar, telefoon. Maar tot de tweede meteor dus echt zeg maar in een skybase is geweest. Nou is deze aflevering een beetje aan de... Ja, ik weet niet, ik heb het uit me weer vergeten aan te zetten op het moment met de skybase gebeuren. Maar nou dat we dus zeg maar 18 Schroommite hebben en Souls of Flight, kunnen we dus iets heel erg leuks maken. De hoverboard! Yay! Een hard. Oh, dat geeft nog eens een defense ook. Ja, of 2 defense. Ik heb maar 1. Dus... Dit zijn de upgrades van de Wings. Op het moment dat wij de hoverboard gebruiken, kunnen we dus nog hoger vliegen. En het heeft nog eens een keer een ander effect. Ook nog eens een keer. Ik zal het even laten zien. Op het moment dat wij er dus mee vliegen, kunnen we dus ook enorm snel vooruit. We kunnen ermee hoveren, want het is een hoverboard. Dus, welcome to Back to the Future. Wij hebben onze hoverboard. Maar goed, ik ga heel eventjes... Ja, we hebben nou dus zeg maar Plantera nog een keer verslagen. Ik weet niet, kan ik deze hierin kwijt? Kan ik deze hierin kwijt? Kan ik die aan jou geven misschien? Kan ik die hier in zo'n ding plaatsen? Kom op. Laat me mijn wings ergens plaatsen. Mijn lievelingswingetjes. Mijn vleugeltjes. Laat me ze ergens plaatsen. Ken ik ze echt niet ergens op een mannequin. Echt niet. Spel, je bent gemeen. Oké, ik doe ze wel in de accessoireskist. Ik zie jullie bij de comment van de dag. Oké. Het eerste bordje staat er, wat hier dus onder bij de tweede laag gaat komen. Tot en met hier en daarna ben ik wel verplicht om het in een nieuw flashbackhuis te gaan doen. Maar dat maakt niet uit. Goed, laten we eens kijken. Welke reactie is er geplaatst? Episode 26. Een godly cool guy with a mask. Wacht eens even. Ben jij niet toevallig die Pygmy? Dat zal eigenlijk awesome zijn. Ik weet het... Ja, maakt niet uit. Goed, die had geschreven... 1. De mushroom farm geeft prachtig licht. Nou, dankjewel. 2. Wat was je reactie toen je wat hout zag in je kist? Ik dacht echt bij mijn eigen op het moment dat ik aan het editen was. Oh mijn god, hoe heb ik dat weer kunnen laten liggen? Ik zat echt te facepalmen van dit tot het begin tijdens het editen, maar dat maakt niet uit. 3. Hoe wist je dat ik op mijn telefoon keek? Ziet hij dat niet? Ik veel. Ik was aan het farmen voor Turtles. Illuminati confirmed. Punchline? Ik weet niet. Vijver vertelde het me. Huh? Oké, nou in ieder geval gefeliciteerd. Je staat op de wal of awesome, of de flashback huis of awesome comments zal ik maar zeggen. En ja, daar komt snel iemand naast je te staan. Want je staat hier eigenlijk best wel helemaal in je uppie. Dat vind ik eigenlijk best wel zielig. Dus er komt zo snel mogelijk. Morgen staat weer iemand naast je. En wat mij brengt op het einde van deze aflevering. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje vragen over deze aflevering? Noem het maar op. Je kunt het kwijt in de reacties beneden. Vergeet natuurlijk niet. Je kunt ook nog een leuke naam verzinnen voor onze Pygmy gasten. Ja, dat... Iedereen. Een godly man. Maakt niet uit. Heb je een... ja, nee, dat heb ik al gezegd. Dus ja, voor Fiverr of voor mij of voor het editen. Als je er tijd voor hebt, laat een like achter. Bedankt voor de support. Help je mijn kanaal echt ontzettend mee. Voor alle nieuwe subscribers, eventjes een updateje. In de link staat, of in de beschrijving staat een link naar mijn Facebook van Zelda Play 20. Updates en alles komen daar altijd geplaatst te worden. Dus mocht er een keer een aflevering niet komen of wat later komen. Dan zijn die allemaal te vinden natuurlijk op Facebook. Daar wil ik ook nog heel eventjes kwijt. En voor de rest wil ik jullie allemaal danken voor het kijken. En hoop ik jullie morgen te zien. Morgen gaan wij, even kijken. Morgen wil ik sowieso dus met jullie naar de ondergrondse dungeon in de jungle. Die zit, waar zat die nou? Die zit hier, dus daar wil ik jullie morgen mee naartoe nemen. En als er nog tijd over is, ga ik ook even een fast forward farm gooien. Op hier, tot we dus zeg maar 2 items te pakken kunnen krijgen die we nodig hebben voor de End Charm. Dus dat allemaal morgen. Ik dank jullie voor het kijken. Dus ik hoop jullie allemaal dan te zien. Tot dan. Doei!